Goedemiddag, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza, opgenomen op 9 januari. Er is veel bewolking boven Nederland en er valt ook af en toe wat motregen. Ook is het met name op en rond het IJsselmeer wat mistig. En boven Groot-Brittannië zien we dikkere bewolking en die dikkere bewolking die komt geleidelijk aan onze kant op. Dat betekent dat het vanavond van het westen uit gaat regenen. Hier kunnen we met de computeranimatie dat mooi laten zien. Vanmiddag om 1 uur lag er af en toe wat motregen boven Nederland. En de dikkere bewolking met de regen ligt op dat moment nog boven Engeland. Maar als ik de animatie aanzet, dan zien we dat die neerslag naar het oosten gaat trekken. En vanavond en vannacht passeert. Morgen is het dan alweer op de meeste plaatsen droog en zijn er opklaringen. Woensdag komt er vervolgens een volgende storing en die brengt dan opnieuw regen. Een wisselvallig weerbeeld dus de komende dagen. Vandaag maximum temperaturen van zo'n 5 tot 6 graden en ook morgen zal dat wel ongeveer het geval zijn. Vanavond daalt het kwik naar een graad of 3 tot 4. Het is bewolkt en er valt van tijd tot tijd regen bij een matige tot krachtige wind uit het zuiden of zuidwesten. Ook vannacht perioden met regen, maar later in de nacht van het westen uit al opklaringen. De temperatuur die daalt dan wat naar zo'n 2 tot 3 graden, misschien in brede opklaringen in het midden van het land, zelfs temperaturen die nog vlakbij het vriespunt kunnen gaan komen. Morgen overdag is er dan ruimte voor de zon. Er valt misschien nog een enkel buitje, en de temperatuur ligt zo tussen de 5 en de 7 graden bij een matige wind uit het westen of zuidwesten. En de dagen erna blijft het wisselvallig. Sterker nog, het wordt wat wisselvalliger en kouder. Woensdag dus enige tijd regen overdag, met name in de middag. Vanaf donderdag krijgen we een meer buiig weerbeeld. En de lucht wordt kouder en dat betekent dat ook de kans op winterse neerslag gaat toenemen. Donderdagavond vallen er misschien al een paar winterse buien. Ook vrijdag en zaterdag neemt de kans op winterse buien toe. Misschien dat het zelfs wel ergens wit gaat worden. En dat is dan met name landinwaarts het geval. En kijken we dan ook nog even naar de lange termijn, dan zien we dat het nog niet echt veel warmer wordt. De temperaturen liggen ook volgende week over het algemeen overdag net iets boven het vriespunt, maar in de nachten vriest het licht. Het is wel zo dat hoge druk bepalend gaat worden en dat de kans op neerslag steeds minder wordt. Mijn naam is Raymond Klaassen voor Weerplaza. Ik wens u nog een fijne dag.